Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe pretparknieuws. Ja, het is ongelooflijk mensen, maar we zijn weer terug met het pretparknieuws. Ja mensen, we zijn weer terug met het pretparknieuws. Het is ongelooflijk. Maar dit is wel een leuk, uniek momentje. Want ja, hè, we zijn in het jubileumjaar van CavRides. 15 jaar CavRides. Niet helemaal. Ja, het kanaal bestaat 15 jaar. Maar, heel leuk feitje. 10 jaar geleden begon ik officieel met het mezelf filmen. En ja, ik had het misschien nooit moeten doen. Maar ja, 10 jaar geleden. En dat begon met het pretparknieuws. Vandaag gaan we het hebben over het pretparknieuws van januari 2014. Wat is er allemaal gebeurd in januari 2014? We zitten weer in een nieuw jaar, 2014. Januari is voorbij. De kop is eraf. En ik ga jou vertellen wat er allemaal deze maand is gebeurd. Ja, en dat gaat dus eindelijk terugkomen, jongens. Elke maand het pretparknieuws. En ja, we zitten nu in de maand januari 2024. En ja, er is al een en ander gebeurt in 2024, nog niet heel veel. Dat zit natuurlijk in het laagseizoen. We gaan toch even praten, wat is er allemaal gebeurd in januari 2024? Nou, ja, even om over mezelf te beginnen. Ik ben even op een kleine vakantie geweest. In Turkije, moet ik zeggen. Was wel gezellig. Alleen ja, het was zo jammer hè. Alles is er weer afgegaan. Dus ja, zo jammer weer. Ja mensen, ik heb er ook niet voor gekozen, maar ja, de komende maanden zullen jullie echt even naar dit moeten gaan kijken. Maar misschien is het ook wel beter als hoe het was. Maar goed, we gaan beginnen met het pretparknieuws, want ik ben alweer veel te lang aan het lullen. Je ziet het misschien al, ik heb twee stoelen naast me staan. Ja, ze zijn allebei weer te laat, het is zo jammer weer. Nou dat is toevallig. Ik zie Dino binnenkomen. Dino, kom de studio binnen. Kijk eens even wat ze zeggen. Ja, wat een professionele bedoeling ineens. Ik weet wat ik meemaak hier. Hele licht zetten. Ja, hele licht zetten. Dat was 10 jaar geleden niet zo. Nee hoor. Nee, dat was allemaal heel een stuk minder indrukwekkend dan nu. Ja, dat was eigenlijk gewoon armoe. Ja, het enige wat wel jammer is, je ziet misschien Dino iets minder in beeld. Ja. Ik zou een kontje opschuiven. Kijk zo. Ja. Ja. Had je geen golden greenscreen kunnen kopen of wat? Nee, ja, het budget is het daar nog niet helemaal naar, hè. Ik ben helemaal voorbereid, ik heb lekker een watertje voor je ingeschonken. Water? Dus ze zeggen, laten we dat pro... Wil je maar vergiftigen of zo? Ja, dat is toch gewoon gezond, hè? Gezond het nieuw jaar in. Nee, daar ga ik niet aan beginnen. Oh. 2 seconds later. Kijk Kevin, zo doe je dat. Ja, ik had het ook eigenlijk gewoon moeten weten, dit. Dat past ook precies, hè? Ja, het is ervoor gemaakt. Nou, Walibi heeft hier goed over nagedacht. Ja, Walibi Belgium toch nog eens goed voor. Ja. Nou, proost, Sino. Ja, proost. Kijk, wel, nou paté. Ja, weet je, dat is toch weer wat anders, hè? Wat zit je haar leuk trouwens? Dank je. Ja. Wat heb jij nou weer gedaan? Ja, weet je, dat is weer een heel uitleg en zo, weet je, dat gaan we toch niet hierin doen. Dus pretparknieuws. Binnenkort, jongens, nieuwe video op CavRides. Ook uit een jubileum, ja, een jubileum, iets wat terug gaat komen. Wat gaan we nog niet zeggen? Maar dat zien jullie binnenkort. En dan ga ik wel wat uitleg geven over wat met mijn haar is gebeurd en zo. Nou goed, we zijn niet met z'n tweeën vandaag. Nee. Nee, daarom moeten we zo ingekrompen zitten in beeld. Want er komt nog een heel breed persoon naast me zitten. Lars! Ja, ik kom net binnen. Je hebt het misschien niet gehoord, maar ik kwam letterlijk van de wc af. Natuurlijk is het nou, weer Lars. Zo jammer. Pas je ertussen, ja? Nou. Voordat we beginnen heb ik eigenlijk wel nog wat om te klagen. Waarom heb ik nou geen bier? Lars! Ja, was op. Lars! Zo jammer weer dit. Ja, en aan het lichaam van je te zien kan je beter aan het water gaan. Kan je beter aan het water gaan, Lars. Nou. Weet je, hè? Jij zit met reden in het midden. En door. Nou, pretparknieuws jongens. 10 jaar geleden. En we gaan het een beetje in dezelfde stijl doen. We zijn iets professioneler geworden. Beter geluid, betere camera, beter belichting. We zitten wel heel erg in elkaar gekrompen, maar dat hebben we net al uitgelegd. We gaan beginnen met de Efteling. Weet je, daar begin ik meestal mee, want Efteling is natuurlijk het bekendste park van Nederland en dit en dat. Ga ik gelijk met een vraag in huis vallen. Vind je de Efteling nog steeds het beste park van Nederland? Normaal wel, maar in januari niet echt. Het heeft zijn magie een beetje verloren voor mij sinds alles in de bouwhekken staat. Ja, dat dus. Voor mij is het eigenlijk al sinds Negenplein of zijn weg is, maar goed, weet je, hè. De Efteling, ja, wat is er deze maand allemaal gebeurd of wat is er eigenlijk allemaal gaande? Nou, om te beginnen, je leest het eigenlijk overal wel. De Efteling is gewoon één groot schuttingland geworden. Ze hebben zich een beetje afgeleid van, lijkt wel Disney. Disney was ook al het schuttingen, dat is nu echt wel een stuk minder.
Studios Park rekenen we even niet mee, want Studios Park, ja, hè, dat is nu letterlijk schuttingland. Dus je ziet daar niks anders dan schuttingen. Ga ik ooit nog wel een keer laten zien. Maar de Efteling staat tegenwoordig helemaal vol met schuttingen. Ze zijn nog steeds bezig met het Grand Hotel aan het bouwen. En ja, dat zou eigenlijk open gaan dit jaar. Nou, maar dat gaan ze niet halen natuurlijk. Nee. Had je het verwacht? Soort van. Ik weet niet. Wel een groot project is het. Ik had het wel verwacht hoor. Ik had echt wel verwacht van dan gaan ze nooit af hebben binnen zo'n korte tijd. Ze hebben natuurlijk vertraging gehad. Maar over pretpark nieuws gesproken. Ze zijn deze maand wel verticaal aan het gaan. Ze zijn verticaal aan het gaan. Eindelijk. Ja. Werd tijd. Zo. Ik ben gisteravond ook verticaal gegaan. Ja, klopt, inderdaad. Ja, ik moet je zeggen, ja, je kan er nog niet zo heel veel over zeggen, joh. Dat komt wel als het af is, ergens in 2035 of zo. Weet je? Ja, je ziet hier en daar al een torentje staan. Zonder torentje, lampjes, dat wel. Torentje. Misschien krijgt hij nog lampjes. Nee, we gaan het zien. Zo mooi zijn. We moeten positief blijven, hè? Ja. We moeten positief blijven. Het is wel een moeilijke opdracht, hoor. Natuurlijk niet. Bij Kefgeist kun je altijd jezelf zijn, kun je altijd eerlijk zijn. Dus als je niks vindt, kun je het gewoon zeggen, hoor, Lars. Ja, dat klopt. Ja, we moeten het eerst maar met onze eigen ogen bekijken. Ja. Als het ooit afkomt. Misschien lekker eten, Lars. Hele goede wc's dag gaan we en zo. Ja? Wanneer is de opening? 2050. Maar even zonder grappen, wat zijn de verwachtingen dan? Van dat hotel? Ja, ik verwacht wel goede verwachtingen. Alleen, ik denk dat de uitvoering iets minder gaat zijn. Maar daar kan ik eigenlijk nog helemaal niks over zeggen. Ik vind het hele gebouw, hoe het eruit ziet eigenlijk, vind ik wel mooi. Alleen ik vind hem misplaatst. Ik vind dat ze hem niet daar hadden moeten zetten. Nee. Ik denk dat het gewoon een kwestie van wennen is. Ik vind, als je de Efteling op komt lopen, parkeerpromenade, dan heb je heel mooi die vijf zintuigen, weet je wel. Dat vind ik een heel mooi beeld. Nee, ik vind dat mooi. Dat is de mooiste ingang ter wereld. Eén van de mooiere. Ja, rieten dak. Nou, ik vind het mooi. Het is het grootste rieten dak ter wereld. Wist je dat al? Nou, maar dan kom je aangelopen en dat heeft een heel magie dingetje, weet je wel. Je weet niet wat er achter die poort zit. Ja, nu zie je dus een heel lelijke Efteling hotel ineens naast staan. Ja, ik vind het niet mooi. Maar dat is in principe ook bij Disney, toch? Nou, maar daar zie je een heel mooi Disney hotel en dan zie je niet wat daarachter is. Ook weer een leuk feitje, dat ga ik een keer in de Disney vlog vertellen. Maar goed, dat vind ik dus lelijk, dat ik vind hem misplaatst. Ik vind dat ze hem niet daar hadden moeten neerzetten. Ik deed het prachtig hotel waarschijnlijk, maar ik vind die locatie gewoon niet mooi. We waren in de Efteling afgelopen week. En we hadden dus een poging gedaan tot een vlog opnemen. We hebben letterlijk de opening van de vlog gedaan op een bouwplaats. Het is één grote ellende voor de Efteling wat we net vertelden. Ze zijn een tunnel aan het graven en je moet nu helemaal om, een hele omweg moet je lopen door allemaal schuttingen en hekken heen. Het is echt zo niet magisch als je daar binnenkomt. Nee. Het is echt niet magisch als je daar binnenkomt. Helemaal omlopen en je moet al zo'n tering in lopen. Ja, in Disney hebben ze nog loopbanden, alleen die doen het nooit. Maar ja, dit is wel ver lopen tegenwoordig. Ja, mijn stappenteller heeft erbij gehouden. Meer dan 30.000 stappen gezet. Meer dan 30.000 stappen. Komt allemaal omdat we om moesten lopen vanwege die bouwpunt natuurlijk. Ja, klopt. Ik zou dat niet halen. Nee. Dat is de zin aan je. Genoeg geluld over dat hotel. Dans Macabre. Dat vind ik een leuker project. Dans Macabre. Gaat open in 2024. Leuke vraag. Wanneer denk je dat hij open gaat? Oei, oei, oei. Ja, ik zou het wel grappig vinden. Vanwege het thema dat hij met Halloween open gaat of zo. Zo 31 oktober, zo een beetje. Ja, ik weet niet. 31 oktober, jij? Ik denk dat hij sneller open gaat dan je denkt. Want ze maken nu best wel veel progressie. Progressie? Wat een moeilijke woorden gebruik jij ineens. Ja, je weet alleen niet wat er binnen allemaal gebeurt. Misschien is daar nog één grote beton. Ik denk dat het letterlijk nog gewoon zo is. Ja, misschien wel. Ja, dus de grootste onderdelen zullen daar wel binnen zitten. Maar goed, ja, ik ben best wel hyped voor dit project. We hebben het de vorige keer toevallig over gehad. Dat is eigenlijk voor het eerst weer een project in de Efteling waar we een beetje hype voor hebben. De laatste keer dat het was denk ik voor Symbolica. Nou, Symbolica, daar kijken we tegenwoordig niet meer echt naar om. Maar daarvoor was het de Baron. En voor de rest hebben we niet echt projecten gehad in de Efteling dat je echt denkt van nou, hier kijk ik echt naar uit. Ja, ik denk dat dit het eerste echte grote project weer wordt. Sinds Baron. Symbolica waren we ook wel hype voor, viel een klein beetje tegen. Het is ook een groot project geweest, Symbolica, maar ik vind dan zeg maar het gedeelte van Spookslot omtoven naar Dans Macabre vind ik heel indrukwekkend. Ja. Dus ik ben daar gewoon heel benieuwd naar en ik heb mijn verwachtingen liggen best hoog. Ik hoop niet dat het tegen gaat vallen. Ik heb ook in een lange tijd niet zulke hoge verwachtingen gehad voor een flat ride. Juist. Ja. Dat is te weinig flat rides. Maar dat is wel weer typisch Efteling. Efteling die weet het dan weer mooi te thematiseren natuurlijk, een flat ride. Maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Het gebouw, dat kunnen we wel wat over vertellen. Want het gebouw is nu een beetje in de stijgers nog. Hè? Heel veel dingen in de stijgers.
Maar ik vind het gebouw er echt fantastisch mooi uitzien. Elke keer als ik in de Efteling loop, dan moeten jullie 10.000 keer aanhoren dat ik het gebouw zo mooi vind. Maar ik vind het gewoon een mooi gebouw. Ja. Ik had niet verwacht dat het zo'n mooi gebouw zou worden. Ik dacht echt van nou, toen ik die tekeningen zag. Ik moet wel zeggen, normaal gesproken vind ik de uitvoering vaak minder mooi dan de tekening zelf. Maar dat heb ik nou precies andersom. Ja. Ja, dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Dus ja, weet je, wij krijgen best wel vaak die vraag, wat vinden jullie nou van Das Macabre? Nou, we gaan er uiteraard nog wel een keertje wat over vertellen in een Efteling vlog. Ja. Maar we hebben een poging gedaan om deze week toevallig een Efteling vlog op te nemen. Maar er was gewoon echt niks om te vloggen die dag. Nee. Weet je, het was echt een jammer. Die dag was weer zo jammer. Want ik mocht ook nergens in. Ja, loopt het verhaal om later nog een keer leuk om een keer om te vertellen. Maar ik mocht natuurlijk nergens in. Dus het was een beetje, ja. Het komt alweer, mensen. Het komt alweer. Als jullie leuke ideetjes hebben voor een Efteling vlog, laat het vooral even weten in de reacties. Maar wat hebben we nog meer over de Efteling te vertellen? Ja, dat het eigenlijk gewoon een klote maand was voor de Efteling. Alles was dicht, alles was bouwschutting, alles en was... En weet je wat het is? Er zijn zelfs meningen, heb ik voorbij horen komen, van mensen die zeiden van... Moet de winter Efteling niet gewoon weer... Of moet de Efteling niet weer gewoon een winterstop krijgen? Misschien wat is jouw mening daarover? Misschien dat dat wel beter is. Want het aanbod wat ze nu geven en dat ze je dan nog steeds de volle prijs betaalt... Ja, je betaalt tegenwoordig veel voor een Efteling ticket. Bijna €50 of zo. En vervolgens is toch wel de spectaculaire attracties zijn gesloten. En dan vind ik het niet waard om zoveel geld te betalen, zeg maar. Nee. Haal tenminste dan die prijs iets naar beneden of gooi het gewoon dicht. Ja, nou, daar ben ik wel mee eens. Nou, ik ben het er niet mee eens. Ja, normaal gesproken heb je altijd wel iets van onderhoud in het laatste seizoen. Maar dit jaar is het gewoon extreem veel. Ja. Maar dat komt omdat ze altijd onderhoud vanwege corona hebben uitgesteld. En dan krijg je alles in één klap. Ja, klopt. Maar voorgaande jaren viel het op zich nog wel mee in het laatste seizoen. Ja, maar toch heb ik wel altijd, dat vind ik wel, ik vind wel dat januari, februari, maart zijn altijd wel echt die dode periode in de Efteling. Want Vliegende Holland is vaak gewoon standaard dicht. Piranha is echt dicht tot de zomer. Ja, maar dan krijgen we wel iets nieuws spectaculairs. Ja, dat is waar. Maar normaal gesproken zou je ook dicht zijn in deze periode. Dus je hebt altijd wel wat minder aanbod en zo. Achtbanen kunnen niet rijden onder een bepaald aantal graden. Dat soort dingen zit je toch altijd mee. Dus ja, ik zou het niet erg vinden als de Efteling gewoon 2 maanden in een jaar sluiten. Dus als ze niet 2 maanden even die shit kunnen oplossen. Maar ja... Net zoals Toverland. Voor ieder wat wils, weet je. Je hebt ook oudere mensen die vinden het leuk om een rondje Sprookjesbos te doen. Ja, nou, dat kan. Is dat even leuk? De Zeemermin is weer terug dus. De Zeemermin is weer terug. Gaan we daar echt wat over vertellen? Nou, nee, de Zeemermin is weer terug, jongens. Ja, heeft hij weer tieten? Ja, we kunnen weer tieten kijken. Dus, we kunnen weer tieten kijken, dus weet je. Nou, we waren op de opening van de tieten. Ja. We zijn op de opening van de tieten geweest, Lars. Ja, we hebben die tieten gezien, hoor. Ja, dat was de dag die we eigenlijk hadden vloggen, maar er viel vrij weinig te vloggen. Buiten die tieten om dan. Ik heb die tieten niet eens gevlogd, trouwens. Ja. Nou, over die gesloten attracties gesproken, die we dus normaal gesproken hebben in het laatste seizoen, januari, februari, maart, was het dus deze maand wel echt een toppunt. Nou, wat was het deze maand allemaal dicht? Social Joris en de Draak is dicht. Daar zijn ze al echt jaren op jaar, zijn ze daar maanden mee bezig om dat te retrekken. Piranha is natuurlijk dicht voor een groot onderhoud. We hebben de Python is heel even dicht geweest. Die is tegenwoordig open met bepaalde openingsuren. Baron is volgens mij ook heel even dicht geweest zelfs. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, volgens mij was dat een van de weinige achtbanen die open was. Van Ruigrijk, de enige nog. Want op een gegeven moment waren er maar 2 achtbanen open. Volgerok en Baron, that's it. Ja, dat is bizar. Zelfs Max en Moritz, was die dicht? Nee, die gaat nog dicht. Gaat ook nog dicht. Nou, je hoort het al. Dit is de Efteling, jongens. We gaan door naar het volgende onderwerp. We gaan naar Toverland. Juist. Want in Toverland kun je veel beleven. Kijk, dat is wel een leuk park. Ja, daar wil ik niet heen. Nee, Toverland. Ja, dat is tegenwoordig wel een beetje de guilty pleasure geworden van ons. We komen vaker in Toverland dan in Efteling. En dat is echt zo. Want ja, we vinden Toverland gewoon een betere sfeer hangen dan in de Efteling tegenwoordig. En dat is gewoon echt zo. Ja, ik heb er zo mijn redenen voor. Het is en rustiger normaal. Ze hebben een betere houten achtbaan staan. Ze hebben een betere B&M achtbaan staan. Ze hebben een spinning coaster. +1. Ze hebben een Maximus Blitzbaan. Toverland is gewoon lachen. En Toverland is echt een guilty pleasure geworden. Maar het is inderdaad wat jij zegt. Er is daar gewoon een leukere sfeer. Het is altijd wat rustiger. Ander volk wat er loopt. Efteling heeft tegenwoordig, ik wil niemand shame hoor. Maar wij waren daar ook een paar dagen terug. En dan dacht ik van, wat is dit voor volklap wat hier loopt? Dat waren echt allemaal nog erger dan Albert Heijn kaartjes. Waren het wel Albert Heijn kaartjes. Maar het waren echt van dat volk. Dat kan zo uit een tokkie gezin in Den Haag of zo.
Dat liep er allemaal in de Efteling rond. Ik heb een beetje met Toverland dat ik het de nieuwe Efteling vind. Het is eigenlijk ook allemaal fantasie, ja, maar dan nieuw fantasie. En dat, de Efteling zover is zijn ook ze fantasie. Nog niet, maar ze zijn wel goed op weg. Ja. Nou, ik ben gewoon een beetje uitgekeken op die Efteling. Dus nou, ja, zitten we vaak in Toverland met ons bek. Ja, maar Toverland wat drie keer zo klein is. Ja. Maar dat is dus leuk om in te haken. Toverland, die heeft dus nu tegenwoordig, die heeft het wel een beetje in hun kop zitten, denk ik, of zo. Zo van, hé, we zijn echt gegroeid, hè, die laatste jaren. Nou, en weet je wat ook gegroeid is? Niet die van Jari, maar wel de entreeprijs. Zo. En flink want, ook. Flink, want een abonnement. De eerste keer dat ik een abonnement had gekocht was rond de €75, volgens mij. 80. Ja, niet meer dan 80 heb ik betaald. Ja, en nu is hij gewoon het dubbele. Hij is €155 dit jaar. Ik had al een abonnement voordat Avalon opende. Toen betaal je echt geen drol voor een abonnement. Nee. Kijk, het is nog steeds waard. €155 vind ik. Want we hebben ook gewoon een Toverland abonnement. Zelfs jij hebt een Toverland abonnement. Ook al een paar jaar. Ja, ik vind het gewoon waard. En waarom? Toverland heeft gewoon heel veel dingen aan te bieden. Kijk naar alle evenementen die ze hebben in een jaar. Gewoon echt veel evenementen. Er zijn veel dingen waarvoor je kan terugkomen in Toverland. En het is ook gewoon goed uitgepakt. De Summer Vibes mag nog wel even nagekeken worden. Summer Feelings. Ja. En ik vind Toverland ook wel momenteel het enige park die je echt ziet groeien. Je ja, ziet dat het heb gewoon. Ik dus ook. Ja, ja, dat is het is waar. Een heel fascinerend park om te volgen ook. Omdat ze continu wel met iets bezig zijn. Al is het een nieuw evenement of weet ik het wat. Het is wel leuk om te volgen. Het is echt leuk om te kijk, volgen. Kijk, Avalon is nu dubbel zo groot. Ja, daarom. Je kan daar ook lekker relaxed zitten. En je hebt daar gewoon... Ik weet niet, ik heb gewoon alleen maar een beetje positieve dingen over Toverland. Ze hebben nu het nieuwe gedeelte natuurlijk in Avalon. Ja. Nou, daar hebben we wat over te zeggen. Drie nieuwe attracties. Vier, Lars. Vier. Ja. Vier. Doe je huiswerk, Lars. Ja. Domme. Vier. Eigenlijk zijn het er wel drie, want één daarvan is nou al dicht. Oh, dat was je bruggetje. Zo jammer, weer lekker op elkaar ingespeeld weer. Dragon Watch. Ja, daar moeten we toch even wat over hebben. Wat vinden jullie van de Dragon Watch? Mooie locatie, alleen nooit open. Ik vind het oprecht een mooie attractie geworden. Ik vind de rit ook nog wel leuk. Ja, hij is veranderd, want hij is nog heel even open geweest. Hij is al een tijdje dicht geweest. Toen hadden we weer een nieuw ritsysteem. Hij is verbeterd. Ik vind hem ook beter dan die in Disney. Disney is gewoon lelijk eigenlijk. Ja. En die paal in Toverland klinkt heel verkeerd, maar die is mooi hoor. Maar goed, die Dragon Watch. Ja, die is kapot. Ja. Nou, begin dit jaar, echt de eerste week van januari of zo, is het denk ik gewoon vastgelopen. Weer. De bezoekers hebben daar 3,5 uur bovenin vastgezeten. Ja, bizar. Die zou mij inzitten. Zou je die halen? Nee. 3,5 uur, januari, regen, wind, alles. Ik had het niet gehaald. Als je hoogtevrees hebt, moet je opeens gaan upseilen gewoon. Ja, hè? Dat dus. Ja, weet je, het is echt wel heel vet. Kijk, ik vind geëvacueerd worden uit een achtbaan. Ik zit al weet ik veel hoeveel tientallen jaren in achtbanen. Ik ben pas 1 keer in mijn hele leven geëvacueerd geweest. Heel vet, in de Space Mountain. Maar dat was het ook. Ik werd verder nog nooit geëvacueerd. Maar hoe vet zou het zijn als je geëvacueerd zou worden uit zo'n Dragon Watch? Maar tegelijkertijd ook mega eng of zo. Want stel, je durft absoluut niet te afzeilen. Ja, voor de mensen die het gemist hebben, dat ding heeft dus 3,5 uur vastgezeten bovenin. En ze kregen één bepaalde gondel niet ontruimd. Dus er moest een of andere upsell-team komen om die mensen eruit te takelen. Ja. Nou, het engste is nog om gewoon vanuit je stoeltje, je zit vast. Dan gaat hij open en dan moet je ineens upsailen. Ja. Nee, ik had dat niet gedurfd hoor. Het is wel eng, dat is wel eng. Maar ook alweer een unieke ervaring. Maar het is jammer dat ze het weer niet aan de praat krijgen, Toverland. Ja, zo jammer weer. Het blijft een dingetje. Ik denk dat dit voor altijd zo blijft. Altijd problemen. Ja, net van Intamin dat ding toch? Ja, maar het is een nieuw systeem die ze hebben gebruikt. En ze hebben gezegd van het is heel vertrouwbaar, nooit storingen en zo. Toch zo. Helemaal getest en zo. Nou, dat is dus niet waar. Nee, dat zie je maar weer. Ja, dat is zo jammer. Ja, het is zo'n leuke attractie. Hij is mooi, de rit is leuk. Alleen jammer dat hij zo storinggevoelig is en zo. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat ik liever in andere attracties ga in Avalon hoor. Welke dan? Pixarus. Vind ik wel leuker dan. Nee hoor. Ik kan niet eens over de kop met dat ding. Dat lukt wel gewoon niet. Ja, ik heb 23 rolls gehaald. We gaan dit jaar een challenge doen, ja, en die Pixarus. We gaan gewoon kijken van, hé, hoeveel rolls kun je nou maken? We gaan het gewoon af nu bijhouden. Ja, ik vind die Pixarus gewoon een miskoop. In Duinland kun je 50 keer alles over de kop. Er is iets mis En in Toverland kun je met moeite net de 25 gaan tikken. Ja, er is iets mis mee. Maar ook die locatie is wel weer heel mooi, want hij is heel hoog en je hebt goed uitzicht. Hij is wel mooi. Goed, genoeg over Toverland. Hè? Ja, vrij weinig gebeurd eigenlijk in januari. Vrij weinig gebeurd. Op die Dragon Watch na dan. Toverland is ook even dicht nu, hè? Ja, klopt. Dat is een van de weinige parken die dicht is. Nog een park wat dicht is, maar wat binnenkort weer open gaat. Moet het toch even vertellen.
Hellendoorn! Oh. Ja, ons favoriete park van Nederland natuurlijk. Nee, maar jongens, deze maand is er goed nieuws naar buiten gekomen. Ja, vanuit eindelijk Hellendoorn. Een keer goed nieuws vanuit Hellendoorn. Dat heeft ook echt jaren mogen duren, want ze zijn er echt 3 jaar mee bezig geweest. Maar hij is af. Nou, ik weet niet of ik dat goed nieuws vind. Het is gewoon een spinning coaster van de kermis. Ja, de ridderstrijd. Daar zijn ze al jarenlang mee bezig om dat ding functioneren te krijgen. De grap is, hij zou open gaan in 2022. En hij gaat uiteindelijk open in 2024. Dan heb je echt iets heel verkeerds gedaan, Hellendoorn. Maar goed. Kunnen we zo snel mogelijk verder? Gewoon weg bij Hellendoorn. Want het kutte is, die achtbaan is dan af. Maar dat betekent ook weer dat we naar Hellendoorn moeten. Ja, klopt. Nee hoor, ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat ik daar toch niet meer welkom ben. Ja, oké, leuk. Nou, Hellendoorn. Ja, nu weer weg hoor. We gaan snel door hoor. Ja, moeten we nog iets vertellen over die ridderstrijd? Nee hoor. Dat kansloze apparaat is eindelijk af. Lelijk. Ja, het is lelijk. Maar we moeten het nog in het echt zien, dus wie weet dat het ooit een keer voorbij gaat komen. Kefgeits, je weet het nooit. Als we gaan, is het puur alleen voor de coaster credit en daarna gaan we wel naar de Waalbeek of zo. Gaan dat we daar eens wel vreten. We moeten die coaster credit wel even halen, Jos zou trots zijn. Nou, we gaan door naar Drouwinnerzand. Kan ook. Waalbeek zijn we nog niet geweest. Oh nee. Heb je ooit gehoord hoe hij Drouwinnerzand uitspreekt? Drouwinnerzand. Ja. Ach, laat die jongen. Ah, je kan die ook niks aan doen, is Amsterdammer. Nou, jongens, we gaan door. We gaan naar... Plopsa? Peu de Feu. Peu de Feu. Ja, we gaan naar Peu de Feu. En nu komt er even een heel leuk momentje, want ja, Nederland gaat een Peu de Feu attractiepark openen. Althans... Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Wij hebben een voorspelling gedaan afgelopen september. En ik hoop dat we hem kunnen vinden. Maar dit zeiden wij. De plannen zijn dat het in Nederland komt, Peu de Feu. Ja. Maar we hebben het vandaag een beetje over gehad. We zien het niet gebeuren in Nederland. Het zou wel vet zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden, maar ik ben bang dat het in Nederland gewoon niet aanslaat. Nee, dat denken wij dus ook. En dat is puur omdat we er nu geweest zijn, denken we ook dat het echt niet iets is voor in Nederland. Al zou het wel gewoon fantastisch zijn. Het zou wel leuk zijn, maar ik ben gewoon bang dat het gewoon één grote flop wordt. Zeker als je het in Meppel gaat doen. Zo voorspelbaar weer dit, hè? Zo voorspelbaar. Als er iets voorspelbaar is, dan is dit het wel. Ja, alhoewel die achtbaan van Hellendoorn dat die niet zou openen in 2022 was ook voorspelbaar. Dat het hotel in 2024 zou openen, dat het doorgaat, is ook voorspelbaar. Maar dit was wel helemaal voorspelbaar. Gewoon, het gaat niet door. Ja. Surprise, surprise. Wie verzint het ook om zo'n gigantisch groot park te bouwen in Nederland? Want wij weten hoe groot Peu de Feu is, hè? Ik bedoel, we stonden ervan te kijken. Ja, we zijn zowel in Frankrijk als in Spanje geweest. Echt gewoon insane hoeveel shows ze hebben en hoe groot het allemaal... En er lopen daar ook echt duizenden mensen in dat park. Nou, ik zie dat hier in Nederland niet gebeuren, want het krijgt een Efteling vaak niet eens voor elkaar meer. Nee, dus gaat gewoon niet door. Is het helemaal van de baan? Of hoe zat dat nou? Ja, volgens mij was het gewoon helemaal annulé. Helemaal annulé. Nou, zo jammer. Moeten we toch weer naar Frankrijk? Tenminste in Meppel. Ze willen wel graag nog een ander park openen. Maar dan niet meer in Nederland. Er was toen toch ook heel veel gezeik over met buurtbewoners en zo. Ja, ook. Maar in Nederland hebben iedere buurt wel iets te klagen. Ja, die hebben altijd wat te klagen. Mensen hebben altijd wat te klagen. Het is zo zelfs in Toverland zijn alleen maar weilanden. Ja. Ach, laat die koeien met rust, joh. Maar alleen... Plopsa. We gaan het over Plopsaland hebben. Allistig, hè? Waarom hebben we dan geen België uitgenodigd, hè? En dan gaan we het geen eens over de Ride to Happiness hebben. Nou, daar wil ik het wel nog heel even over hebben. Oh. Ja, als we dat toch over Plopsa hebben. Hebben jullie meegekregen wat er met Oud en Nieuw is gebeurd daar? Nee. Heel die attractie pleurde uit elkaar. Wat? Heb je dat niet meegekregen? Nee. Ja, er was dus blijkbaar een of andere groep pretparkgekjes die was daar Oud en Nieuw vieren. Waarom de fuck zou je überhaupt Oud en Nieuw willen vieren in Plopsaland? Ja, maar dat is een ander verhaal. Zo jammer weer. Maar hun stonden daar zo, volgens mij rond Oud en Nieuw, echt rond 12 uur, stonden ze daar bij de Ride to Happiness. Ja. En een gedeelte van een groep ging niet mee en terwijl de rest in de achtbaan zat, pleurde er een of andere ledstrip vanaf de trein, zo vionk, naar dat beneden. Dat heb ik wel gehoord, dat heb ik wel gehoord. What the fuck? Dat is weer zo kansloos, hè? Ik bedoel, kom op zeg. Hoe kan een ledstrip van je karretje afvliegen volgens zo? Volgens mij... Luister, Plopsaland, als je kijkt, fix even je shit. Ik bedoel, dat kan toch niet? Ja, kun je toch niet maken dit? Dat is fucking onveilig. Ja, maar hoe kan zoiets afbreken? Ja, hoe kan zoiets ervan afvliegen dan? Zoiets moet je toch ook van tevoren hebben gezien? Lijkt mij. Ja, inderdaad. Maar waar is dat misgegaan? Ik heb wel het idee, dat is blame me als het niet zo is hoor. Maar ik heb wel het idee dat Plopsa weinig controleert aan die achtbanen. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een Toverland, die moeten elke dag die trooi controleren. Hè? Elke dag moeten ze heel die baan gaan lopen. Nou, en ik heb het idee dat Plopsaland daar een beetje laks in is.
Nou, denk ik hoor. Ik weet niet of het zo is, maar wij zijn wel eens eerder in Plopsaland geweest. Weet je, heel de dag vrieskou, heel de dag geen Ride to Happiness open. Toen is hij toch nog open gegaan. 1-2 testrondjes, klaar, geen open voor publiek. Denk van, ik weet niet of het zo hoort hoor. Misschien dat jij het weet, Lars. Ik moet dat niet even wel gecontroleerd worden, al die dingen? Vaak wordt het 's ochtends gecontroleerd. Nou, ik heb het idee dat Plopsaland dat niet doet, maar goed. Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Als het wel zo is, laat het even weten. Maar goed, daarover gesproken, ze krijgen nieuwe personeelskleding. Ja, dat werd het. Mooi, joh. Mooi, joh. Luister dan. Weet je nog, de allereerste keer dat wij in Plopsaland waren, dat was voor ons allebei de eerste. Ja, wel, nee, je bent nog een keertje geweest en je echt ja, heel klein kind, was. Ja, ooit. Maar die hebben personeelskleding. Ik weet niet of je daar een foto van kan vinden. Vast wel. Dat is echt alsof dat rechtstreeks uit de zeeman komt of zo. Ik wil echt hetzelfde zeggen, alsof gewoon de zeeman hebben leeggekost. Is dat die met die gekleurde strepen? Met die gekleurde strepen, ja. Gewoon zo'n t-shirtje hadden ze dan aan. Je zou bijna niet eens zeggen van, dat is personeel, weet je. Maar dat was heel lelijk. Maar nu hebben ze nieuwe personeelskleding. Moet je zeggen, ik vind de nieuwe personeelskleding iets verbeterd. Het is iets professioneler. Het is iets professioneler, maar het is nog steeds niet helemaal. Kijk, ik vind het wel bij Plopsa passen. Ja. Ik vind bijvoorbeeld de Efteling en de Toverland personeelskleding gewoon heel mooi. Heel chic, heel netjes. Daar kan bijvoorbeeld een Duinruil of een Drievliet al helemaal. Hellendoorn ook. Walibi zelfs nog. Kunnen daar enorm van leren. Ja. Hoor je dat, Lars? Ja, nou, ik vind het geen over mooie personeelskleding. Maar ik vind zo'n beetje een netje blouseje. Kijk, als je moet eens kijken hoe ze gekleed zijn in Disney personeel. Ja, maar ik vind het wel lelijk op sommige plekken hoor. Sommige plekken wel, maar over het algemeen, als je kijkt naar bijvoorbeeld op de Main Street, weet je, lopen ze allemaal in zo'n siletje, blouse, stropdasje. Maar ik vind dat wel lijkt nu wel een park gemaakt door een miljardair met een fucking Hellendoorn. Ja, ook nee. Plopsa. Maar Gert heeft toch geld zat? Ja. Ik kan toch wel een beetje personeelskleding verzorgen? Nee, maar je meet wel dat ze een beetje die kleding van een Efteling Toverland een beetje na wilde maken, maar dan de AliExpress versie ja, of zo. De AliExpress versie, ja, dat is het gewoon. Ja. Maar het is in ieder geval beter dan wat een Hellendoorn en het zo is heeft. Sowieso een verbetering geweest, maar wat dan weer een downgrade is het nieuwe logo. Oh, godverdomme. Waarom is iedereen zo negatief over dat logo van Plopsa? Ik vind het wel wat hebben. Nee, het is niet meer dat speelse van Plopsa. Luister, weet je, heel veel parken zijn daar tegenwoordig mee bezig, hè, met het veranderen van hun logo. Maar je zou verwachten, als ze een logo aan gaan passen, dat ze het mooier maken. Maar eigenlijk wordt het bijna vrijwel alles lelijker. Ja, het probleem is, dus met alle logo's hoor, niet alleen van pretparken, maar ook andere logo's. Het is dat simplified. Zeg maar, het is, dat is die simplified trend, dat ze het logo zo makkelijk mogelijk willen maken. Ja, alles maken minimalistisch willen maken. Ja, dat is wel te merken. Nou, ik vind het allemaal wel wat hebben eigenlijk. Nee, ja, wat vind je van het nieuwe logo van Thor Park dan? Ja, ik vind het ook wel wat hebben eigenlijk. Nee, man. Ah, dan ben je echt een van de weinigen, denk ik. Nee, maar al die pretparkfans zijn gewoon een stelletje autisten en die kunnen gewoon niet tegen dat veranderen. Dat is waar. Nee, dat moet ik wel even in dat zeggen. Kijk, daar wordt hier heel even aandacht aan besteed hoor. Mij interesseert geen ene reet, want ik heb niks met die logo's. Ik kom naar het pretpark voor het pretpark. En het logo, ja, waarom ze het doen, weet ik niet. Want waarom zou je een logo veranderen? Is het gewoon prima als hoe het is. Maar ja, het is toch gewoon Efteling of het is toch gewoon Plopsaland, weet je? Nou, ja. Ik snap niet dat een Plopsaland zo een strak logo neemt voor een kinderpark wat juist heel speels hoort te zijn. Ik vind het gewoon lelijk. Kijk, weet je, Toverland, die vind ik het dan wel weer mooi hebben gedaan. Dat is ook heel simpel eigenlijk. Ja. Maar daar staat het gewoon wat met netter of zo. Als je het oude logo van Toverland pakt en het nieuwe logo, vind ik het nieuwe logo wel mooier. Ik heb dat met Bobbejaan laten, dat doet me denken aan de Mac. Dus ja, dat vind ik het natuurlijk leuk. Doet het jou weer denken aan de Mac. Ja, dan vind ik het leuk. Ja, maar dat logo is oprecht heel lelijk geworden. Ja, klopt. Ja, dat is heel lelijk. Dan heb je net het idee alsof je in een van de kinderspeelparadijs loopt. Maar goed. Ja, dat is Bobbejaan uiteindelijk ook handig. Ja. Volgende onderwerp. We reizen door naar mijn favoriete park, Disneyland Parijs. Ja, Disneyland Parijs hebben we ook wel veel over te vertellen. Maar ik ga dat proberen iets in te krimpen, want er zijn een aantal nieuwe dingen die ze gaan doen dit jaar. Waaronder, er komt een nieuw seizoen in Disneyland Parijs met een nieuwe parade slash show. Show slash parade, hoe je het wil noemen. Ik weet even de naam zo 1, 2, 3 niet, maar die gaat vanaf 10 februari gaat die beginnen. Dus dat is bijna. En ze hebben een nieuwe drone show.
Ja, klopt. Daar heb ik nog niets van gezien, dus jij moet er meer over vertellen. Ja, je hebt nog helemaal niks gezien. Ik heb helemaal nog niks gekeken. Ik kom heel, heel leuk, heel interessant. Ik zal er binnenkort in een Disney-vlog zou ik er meer over vertellen. Maar wat vroeger had je in Disneyland Parijs had je een hele bekende parade. Die heeft ook in meerdere Disney-parken gestaan. De Electrical Parade. Disney Electrical Parade. Daar heb ik wel van gehoord. Ja. Nou, daar hebben ze dus nu een nieuwe versie van gemaakt. Maar dan in plaats van een parade hebben ze er eens een droneshow van gemaakt. Maar dan uniek aan hoe de parade was, maar dan in de lucht. Nou, dat is zo mooi geworden. Ik had echt verwacht van, ik had een beetje mijn twijfels erover. Maar ik heb het nog niet echt gezien. Maar wat ik op beeld heb gezien is echt, echt heel mooi geworden. Maar die draait al. Die draait al. Hoezo heb ik dit gemist? Ja, het is echt heel mooi. Als je het vergelijkt met die 30 show, weet je wel. Met alleen die 30 in de lucht. Het is zo'n drone show, zo vol Disney Dreams, zeg maar. Zo'n showtje. Heb ik dit nergens voorbij zien komen? Ik heb stories gezien. Ik heb echt onder een steen geleefd of zo. Echt heel indrukwekkend. Ze hebben echt gebruik gemaakt van vuureffecten. Of ja, vuureffecten vanaf die drones. Rookeffecten vanaf die drones. Het klopt. Het hele totaalplaatje is gewoon zo mooi geworden. Maar dat moet je gewoon eigenlijk in het echt zien. Ik kan wel wat beelden laten zien, maar dat is nooit als hoe het in het echt is. Sowieso is dat met heel veel dingen zo. Maar dat is echt, echt heel mooi. En ik hoop ook echt dat meer parken gebruik gaan maken van die droneshows. Want je ziet al, Movie Park heeft met kerst heeft daar een droneshow gestaan. Maar ja, die hebben wij niet meer kunnen meemaken, want het waaide te hard. Ja, dat was echt wel. Hebben die Disney Park in Amerika dat ook, die droneshows? Nee. Dat is echt alleen Parijs heeft ja, dat. Ja, ik had ook gehoord, al die Amerikanen zijn stront jaloers op al die Europeanen met die Disneyland En weet je Parijs. Hoe dat komt? Het verbeter me als het niet zo is, maar volgens mij is het zo dat Amerikanen en dat ze parken of weet ik wat, die zijn te bang dat er zo'n drone uit de lucht valt in het publiek. Ja, en Parijs heeft gewoon scheid en die denkt, we doen het gewoon. Net zolang totdat het een keer fout gaat. Maar ja, het is nog nooit fout gegaan. Ze doen het al een paar jaar. En het is wel heel mooi, want we hebben natuurlijk Power of the Night gezien. Wat was dat ook alweer? In Studios Park. Oh, dat. Ja. Heel indrukwekkend. Maar zoveel verstand heb ik van Disney. Deze is weer een stapje indrukwekkender. Dus ze hebben het echt. Ze zijn heel mooi daarmee bezig. Maar goed, hier ga ik toch heel lang over Disney praten. Het Disneyland Hotel. Maar dat is goed nieuws, Dino. Zo. Ja. Yo. Dat is goed nieuws. Die gaat weer open. Eindelijk na 4 jaar. Het is 4 jaar dicht geweest, Lars. Ja, ik heb echt geen verstand van Disney. Ik zou echt niet weten. Ja, ik kan Disneyland niet meepraten. Ja, Disneyland Hotel kan ik dan weer wel. Ik weet ook niks van Disney, maar dan ging ik altijd poepen. Ja, dus, daar ging ik altijd poepen, weet je. Dat maar is dan echt, wil ik er ook, hè. Weet je, ja. Ongelooflijk. Nee, het Disneyland Hotel, we zijn er nog niet geweest. We gaan er wel een keertje naartoe. Dan ga ik ook even kijken hoe het er binnen is veranderd. Want we zijn best wel vaak in het Disneyland Hotel geweest. Alleen, weet je kan daar altijd een beetje chillen. Je kan dan gewoon op een bankje chillen en dit en dat. Niet doorvertellen. Kan gewoon... Ja, want als normale parkbezoeker kun je daar gewoon naar binnen lopen. Ja, kun je daar een kijkje alleen nemen, niemand even chillen. Niemand weet dat. Dus houd het voor jezelf. Je hebt ook stopcontacten zitten. Gewoon even je telefoon opladen. We hebben daar vaak gezeten. Ja, en lang ook soms. Ook met appelsap? Ja. Ja. Er zijn het een en ander dingen veranderd daarbinnen. Ik moet je heel erg zeggen, ik weet niet precies wat. Maar ga gewoon een keertje daarbinnen kijken. Laat ons even verrassen. Ik ben al lang blij. Ja, we bewaren voor de vlog. Ja, dat bewaren we voor de vlog. Spoiler alert, er komt een Disney vlog. Er komt weer een Disney vlog. En er komen allemaal nieuwe dingen in. Wat ik al zei, nieuw seizoen wat er gaat komen. Nieuwe show. Die drone show. Disneyland Hotel. Dus er komen allemaal weer nieuwe dingen aan. Ik ben best wel positief. Disney is eigenlijk net zo oud als jou bijna. Ja, het scheelt maar 2 jaar en 4 maanden. Besef hoe oud je bent. Hé, maar jongens, mijn bier is op. Maar gelukkig zijn we bij het laatste onderwerp aangekomen. Ja, het laatste onderwerp alweer. Kijk, je zal wel denken van waarom is Lars erbij? Nou ja, Lars heeft hier veel over te vertellen. Het gaat namelijk over Universal. Ja, iets waar wij allebei geen verstand van hebben. We're going international, want normaal gesproken... Nog niet. Nog niet. Nee, oké, nog niet. Nou, ook wel een beetje tegenwoordig. Tegenwoordig wel. Ja, tegenwoordig wel. Ja. Dan gaat het over Engeland. Oh. Ja. Oh. En daar heb je tegenwoordig een paspoort voor nodig. Ja, volgens mij was dat wel zo. Ja, maar in elk geval, Engeland is natuurlijk niet meer in Europa. Vertel er eens wat over, Lars. Nou, Engeland krijgt een Universal Park. Dus onze buurland heeft straks gewoon een Universal Park. Er zit alleen een C tussen. Nou, het is nog niet officieel. Het is nog niet officieel. Nee, dat wil ik wel even bij vertellen. Want ze hebben het grond gekocht. Dus het zou zomaar kunnen. Ik heb hier wel iets meer vertrouwen in dan dat gevalletje in Meppel. Maar het is nog niet officieel aangekondigd. Je kan het ook nog nergens lezen van Universal zelf.
Dus misschien dat we later dit jaar er meer over gaan horen. Ja. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. Want ja, nog niet te vroeg juichen. Misschien denken ze, nou gaat toch te veel geld kosten. We bouwen er wel een winkelcentrum mee. Ja, dat kan ook. Universal Shopping Mall of zo. Ja, ja. In Engeland, ja. Weet ik het. Dat is allemaal mogelijk. Nou, er zijn al eerste designs, hè. Ja, klopt. Ja, er zijn tekeningen. Luister, er waren ook tekeningen van in andere landen. Peu de feu. Ja. Bijvoorbeeld. Nee, maar er zijn meerdere Universal parken aangekondigd, gestart met de bouw en afgekapt, hè? Wist je dat? Laten we er allemaal niet van uitgaan. Laten we er gewoon van uitgaan. Hopen dat het dat werkt. Ik zou het wel heel vet vinden. Ik denk dat iedereen dat vet vindt. Engeland is ook niet zo ver weg. Weet je, uurtje vliegen, je bent er. Dat zou fantastisch zijn. Of je pakt de trein. Ik kan zelfs de trein pakken. Ik zie het wel werken daar ook. Gewoon Engelstalig, gewoon Harry Potter. Engeland, ja, Harry Potter. Je hebt gewoon in deze regio nog geen Universal Park. Nee, klopt. Nee, dan moet je echt heel ver weg voor reizen. Dan moet je of naar Japan, of je moet naar Amerika. Ja, ik weet niet wat verder is. Doe dat maar. Het is al bijna net zo ver volgens mij. Ja, Japan is nog verder trouwens. Ja. Ik ben niet zo goed in topografie. Nee, maar daarover gesproken, laten we even een sprongetje maken naar Amerika dan. Ja, want... Dat doen we eigenlijk bijna nooit, vertellen over Amerikaanse parken. Maar dit is wel even leuk om te vertellen. Het is heel vet. Universal gaat daar zijn vierde park openen. Daar ook al? Ja. Epic Universe. Ja, maar epic, man. Ja, maar als je die plattegrond ziet van wat ze van plan zijn om te bouwen, wordt het mega spectaculair. Er komt een Harry Potter gedeelte, er komt een Nintendo gedeelte. Wat kan er nog meer? Universal Monsters, dus denk aan Dracula, weerwolven, dat soort dingen. Maar dit is wel al officieel bevestigd. Ja, officieel, het is ook al gebouwd. Hè? Wat? Hoe dan? Oh, het is ook al gebouwd, dat weet ik niet. Nee, staat ook in Orlando. Maar is dat in het geheim gebouwd dan? Nee. Je zag gewoon, mensen wisten dat het Universal was, Epic Universe. Er kwamen ook weer heel veel achtbanen te staan, waaronder een Dueling Coaster. Volgens mij zelfs gelanceerd. Maar er zit dus een hele storyline bij dat park. Hij met zijn storyline. Er komt weer een storyline in, Lars. Ja, nee. Deze video duurt al veel te lang. Houd kort. Je hebt vier themagebieden. Ja. Je hebt dan die Universal Monsters uit Nintendo, Harry Potter en je hebt er nog één. Ik ben even kwijt welke het is. En je hebt de Main Street. Maar het is dus zo, ze hadden een manier nodig om het te linken, al die gebieden. Want het past niet bij elkaar. Dus wat hebben ze gezegd? Je zit in een bepaalde wereld met allemaal portalen. Je gaat door portalen heen lopen en zo. Mm. En als je door dat portaal loopt, dan kom je in die wereld terecht. Dus eigenlijk is het een beetje gejat van Disney gewoon. Hoezo? Dat heeft toch geen portalen? Nee, maar hij komt wel van wereld naar wereld. Ja, maar dat zijn gewoon themagebieden. Dit is hoe ze die themagebieden aan elkaar linken. Nou. Ja. Oké. Okay. Ik vind het wel wat hebben, want ze hebben elk portaal gedecoreerd ook echt naar dat gebied. Want op het portaal van Mario is bijvoorbeeld echt, heb je zo'n groene pijp erop en dat soort op die manier, ja, dat is wel vet. Dat is wel vet. Ja, dat is wel leuk gedaan. Ja, ik ben wel benieuwd. Het zal vast ooit wel een keertje komen dat we daar naartoe gaan. En het gaat sowieso pas open volgend jaar, hè? En het Harry Potter gebied gaat ook heel anders zijn, hè? Want... dat weet jij ook al? Ja, ik heb de video gekeken. Ja, ik ben pretparkgekkie. In Universal heb je nu Hogsmeade gewoon. Dat is dat dorpje. Ja. Maar in Epic Universe gaan ze echt op de ministerie richten. Dus in deel 5 gaan ze naar het ministerie. En dan loop je door dat gebouw ga je nu lopen. Dat is die wereld. En ze gaan meer richten ook op de Fantastic Beasts kant. Dus het oude Londen. Ah, dat vind ik dan weer jammer. Goed verhaal. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik heb nooit Harry Potter gekeken. Ik heb het ook niet begrepen. Jullie waarschijnlijk wel. Maar ik moet je zeggen, ik vind het wel leuk. Ja. Ik vind het wel leuk dat Universal... voor mij mogen ze nog veel meer parken bouwen. Ja. Weet je, bouw dat in Meppel of zo. Oh ja. Er komt dus ook een... Nou, ik heb even het laatste themagebied opgezocht. Ik was het vergeten. Ja. Maar totaal in niks bestaat nog niks van. Maar hebben jullie ooit de films Zootemia en Draak gekeken? Nee hoor, nooit gezien. Het zijn hele vette films. Ooit als kind, maar het zijn goede animatiefilms, maar dat krijgt daar nu zijn eigen themagebied. Zootemia en Draak. Ja, maar dat is een beetje Viking-achtig en dat soort dingen. En kijk, je hebt ook in Plopsaland, maar dat is natuurlijk armoe. Hier gaat het heel vet zijn als je naar het budget van Universal kijkt. Ja, nee, daar heb ik wel vertrouwen in. Ik denk dat het wel mooi wordt. Ik hoop dat ze ook iets van mooie dark ride gaan bouwen en zo. Ik denk dat ze gewoon een achtbaan gaan bouwen waar je op een draak vliegt. Oh, dat zou zomaar kunnen. Nou, dus we moeten een keer naar Amerika eigenlijk. We moeten een keer naar Amerika. Maar dan gaat het ook,
2025. Nou, dan gaan we tot 2025 even sparen. Word lid van dit kanaal. Ja, kijk de advertenties af. En dan gaan wij in 2025. Kijk alle advertenties af. Alsof ik het weet, hè? Druk nog een keer op die abonneerknop. Krijg je niet eens geld voor, maar toch, hè? Abonneer even als je het leuk vond. Want dit was alweer het einde van de video. Zo, een hoop besproken, voor het laagseizoen. Veel informatie. Wel, hè? Januari, de meeste parken zijn dicht, maar alsnog hebben we, weet ik het, bijna een uur gepraat. Ja, dat is ongelooflijk. Zo gaat het hier op Kefreis. Maar ik hoop dan ook dat je het leuk vond. De Pretpark Nieuws is terug, mensen. Dus ja, elke maand, hè? Februari, iedere maand doen. Maart, april. Dat moet wel. Hij heeft het nu al beloofd. Ja, nu hebben we het al beloofd, dus nu kunnen we al niet meer terug natuurlijk. Ja. Nee, dus ik hoop dat je het ook leuk vond. Doe even nou een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat in de reacties even weten wat we vergeten zijn te vertellen. Wat we misschien een volgende keer willen vertellen. En als je een opmerking hebt of iets leuks te vertellen. Bijvoorbeeld jouw mening over alles wat we verteld hebben. Laat het vooral even weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd. Hou het in de gaten, Kefreis. Er komen heel veel dingen terug dit jaar, zoals je dus al zei. Pretpark nieuws. Kom binnenkort nog iets anders terug, waarin ik ook wat meer over mijn haar ga vertellen. Ook in een oud jasje. En er komen nog een paar dingen terug. Maar we gaan natuurlijk nog helemaal niks verklappen. Want dit is allemaal nog een verrassing. Dit hele jaar is een jaar vol met verrassingen. Dat klopt. Het is een jaar vol verrassing. Dus blijf het vooral in de gaten houden. Dit was de video hier op Kefreis. Tot de volgende video. En wat zeggen we dan, Lars? De groet aan je moeder. Ja, de groet aan je moeder, hè? Ja. Nou, weet je wat ik altijd zeg, Lars? Lood in mijn schoenen. Want het lood zit weer in mijn schoenen. Je moest het eens weten. Morgen is er weer een dag. Doei, punt. Gaan we er snel doorheen. De Efteling hebben we heel lang over kletsen. Ja, maar de Efteling is ook veel over lang, vertellen. Ja. Misschien moeten we een keer een aparte aflevering over de Efteling maken. Nee hoor.